oogsttijd in Zeeland. Halverwege de jaren 30 nemen we een kijkje op een van de akkers van Giel van Arenthals uit Cats. Op deze akker verbouwt hij dit jaar vlas. Hij heeft tientallen arbeiders ingehuurd om het vlas te oogsten. Reken maar dat dit een arbeidsintensief proces is. Het vlas kan door de taaie structuur van de halmen niet afgesneden worden en daarom trekken ze het met wortel en al uit de klei. Geen werk voor mensen met een zwakke rug. Logisch dat in een landbouwprovincie als Zeeland dat oogsten door heel veel mensen is gefilmd. Uit dezelfde tijd beelden van boer De Bruyne aan de Badhuisweg in Cadzand. Het is augustus 1948 als we in het lage wegje bij Nisse een kijkje nemen op de akker van Jan Boman. Zijn tarwe ziet er rijp uit, volle aarde met tarwekorrels, bestemd voor het dagelijks brood. Die zomer zien we op een vroege ochtend de maaimachine op weg naar de akker. Het personeelsbestand van Jan Boman is niet toereikend. Zoals de meeste boeren moet hij in deze tijd een beroep doen op losse arbeiders. Deze maaimachine is een zogenaamde zelfbinder. Dit apparaat snijdt de halmen af en bindt die tot schoven. De ronddraaiende latten slaan de net afgesneden halmen om, zodat ze op een transportband vallen. De bij elkaar gebonden halmen worden hier als schoven uitgespuugd. De arbeiders zetten de schoven in stukken. En van 8 schoven vormen ze een stuk. De aarde naar boven, zodat ze de grond niet raken en daardoor niet kunnen kiemen. En dan maar hopen op mooi weer, zodat de tarwe goed kan narijpen. Een feestelijke dag. Het is de laatste weken mooi weer geweest. Het graan heeft goed kunnen drogen en kan naar binnen gehaald worden. De schoven worden met de aren naar binnen op de wagen geladen. Dit is om te voorkomen dat tijdens het vervoer graankorrels verloren zullen gaan. We zien de paarden nogal met hun staarten zwaaien. Dat doen ze om de brimsten van het lijf te houden. Brimsten zijn paardenvliegen of horzels. Hun larven gedijen prima in de huid van het paard. De kar waarop de tarwe wordt geladen heeft Jan Boman pas aangeschaft. Het is een hele vooruitgang. Voor het eerst een kar op luchtbanden. Op het erf van de familie Boman aan de Drieweg. In de tasruimte boven in de schuur wordt het graan voorlopig opgeslagen. Meneer Ooms uit Breskens levert ons fraaie beelden van een oogst in 1966. Wel kleurenfilm, maar geen tractor of andere machines. We zien Bram Verhagen aan het werk. Hij boert aan de platte weg bij Schoondijken. Bram weet al lang dat er na hem niemand zijn bedrijf zal voortzetten. Vandaar dat hij nooit heeft geïnvesteerd in moderne zaken zoals een trekker. Hij vond het allemaal best zo. En daardoor is hij een van de laatste boeren die zijn bedrijf runt met echte paardenkrachten. Hij zet de bovenste schoven op een stuk. Die moeten met aarde naar beneden. Zo blijft het zaad bij regen hopelijk droog. Met zijn kar op houten wielen zien we hem na een paar weken terug om het gerijpte graan binnen te halen. Begin augustus 1960 dirigeert David Kassen in Veren de moderne combijn zijn akker op. De gerst is rijp en kan geoogst worden. David, zoals de meeste Zeeuwen, is zunig en zal niks zomaar verloren laten gaan. In de vroege ochtend heeft hij alvast op ouderwetse manier in een hoek van de akker het gerst handmatig gesneden, zodat de combijn daar een goed beginpunt heeft.
De gerst die David heeft afgesneden, wordt eerst in de kombijn gestopt. Zo neemt de kombijn hem bijna al het werk uit handen en heeft David even de tijd voor zichzelf. Zomer, oogsttijd, altijd warm. Een biertje gaat er dan wel in. Net als haar man houdt vrouw Kassen van aanpakken. Flesje leeg, hup, terug naar de winkel. En dat kan makkelijk, alle tijd, want de kombijn doet het werk wel. Ja, oude zomers, oogsten, een prachttijd.